Goedenavond, beste mensen. Welkom hier in een vrij hitte benedenkantine van KSV Oudenaarde. We gaan het nog eventjes hebben over de voorbije wedstrijd tussen KSVO en KRC Gent, gewonnen door de thuisploeg met 2-0. We gaan dat doen met beide trainers. Stefan Leleu hoef ik niet meer voor te stellen, maar aan onze andere kant hebben we de trainer van KRC Gent. En dat is nou de bekende bij ons, Eli Mani Koulibaly. Ik zeg het goed. Mogen we Eli zeggen? Ja, ja, geen probleem dus. Eli, we gaan beginnen. Mogen wij uw wedstrijdanalyse? Wat vond u van de wedstrijd? Ja, maar goedenavond allemaal. Gewoon in het begin, de eerste half. In het begin, we waren goed staan. Maar na 5 minuten zie ik... de eerste 5-10 minuten zie ik... Heb onze manier om te spelen een beetje geadapteerd. En dat is een compliment voor ons. Maar... Als ik zie heel de match, zij Oudenaarde hebben gedaan, hoe georganiseerd en wat de goede moment. En dat is de stil van, ja, we hebben goed gedaan. We hebben een paar kansen, 3 of 4 ook in de eerste half. Zij ook, dat betekent, de eerste half was goed. En die eerste goal komt van een set pieces, de bal valt en rond de 16 is binnen. Tweede goal is ook vrij trap binnen. Wij missen penalty, wij missen... De lat, dat kan een ander match zijn. Maar in de einde, en ook is heel moeilijk, tegen 10 man, dat is proficiat om te spelen met tegen 10 man. Bijna heel de tweede half. Maar voor de rest, ja, dat was een leer, hoe zeg je dat? Ik heb een leermoment, wel een paar dingen. Ik heb geleerd ook, de speler, de situatie is nieuw. Tegen 10 man te kunnen spelen, bijna meer dan een half uur, is niet makkelijk. Sommigen denken het is makkelijker, maar het is moeilijker tegen 10 man te spelen tegen 11. En dan alles is veranderd. Je tactiek, je dingen, alles is verkeerd. Maar in de einde, ik wens hem gewoon proficiat en ze verdient om te winnen. Als ik kijk, heel de match. We gaan dezelfde vraag stellen aan Stefan. Wat is uw wedstrijdanalyse? Wel, we hadden Racing Gent gezien vorige week. Een sterke match tegen Olsa. We waren toch een beetje beducht. We hadden ook gezien hoe dat het spel wel evolueerde. En daar hebben we toch iets tegenover gezet. En dat lukte vrij goed. Maar toch deden we zelf ook wat domme dingen in de eerste helft. Hè. We geven een penalty weg. We geven een bal weg. Dat is alleen voor de keeper komen. Daar waren momenten dat het wel 1-1 kon geweest zijn. En dan is het natuurlijk wel een andere wedstrijd. We starten 2-1 natte met een voorsprong. En dan gaan we terug iets dom gaan doen en krijgen we een rode kaart. En dan moeten we 10 spelen. En dan moeten we, we staan op voorsprong. Dan gaan we ook niet de ruimte weggeven. Integendeel, we gaan de ruimte klein maken. En dan is voor iedere tegenstander moeilijker natuurlijk. We doen dan tactische omschakeling, Jerome eraf. En we gaan snelheid gebruiken vooraan. En dan gaan we die ruimte die we krijgen gaan bespelen. En wordt het moeilijker voor een tegenstander. En dan met een schitterende vrije trap wordt het 2-0. En voilà. Dan zijn wij de blije ploeg met de 3 punten. Maar het ligt allemaal dicht bij elkaar. Ik zei het nogmaals, de penalty binnen had, goed gepakt van Gillian, ja, dan wordt het misschien wel een ander verhaal. Maar dat zijn de momenten en de wedstrijden dat we ons punten moeten pakken. En voorlopig doen we dat en zijn we mee met 4-9. Ja, Eli, het zit soms in een klein hoekje, gaat die strafschop erin, is het inderdaad een heel andere wedstrijd. Dan wordt het 1-1 en we weten niet waar we daar gaan eindigen. Het valt mij op dat Racing Gent toch een heel jonge groep geeft. Is het leuk werken met die jonge gasten? Zijn ze leergierig? Ja, paar. Vandaag ik heb denk ik 3 of 4 jongen minder dan 20. En de basis, ik heb 3 jongen die is minder dan 20. En op de bank ook 1 of 2 ook minder dan 20. Dat is 6 spelers minder dan 20. Dat is een beetje moeilijk met die op die niveau. Maar het is gewoon in de begin. En dan is heel moeilijk. Dat is een feit. Maar we gaan zo'n soort match, hopelijk, ze gaan snel een paar dingen pakken om de toekomst. Ja, fantastische leerschool. Wie is jullie volgende tegenstander? Als je het niet weet, zal ik er op de kalender kijken. Dat is een question dat is Cercle Brugge. Ja, ja. Stefan, voor ons hetzelfde. Dus, ik zie dat volgende week trekken wij naar Dikkelvenne. Dikkelvenne dat vanavond verliefst met 0-5 tegen Merelbeke. Dus voor die mannen zal dat een extra motivatie zijn. Ik vermoed dat de rode kaart van Jourquin er nog niet zal ingecalculeerd zijn, de schorsing. Dus, ik denk dat die rode kaart moet uitgesproken worden. Toch wel redelijk sneller dan vroeger. Vroeger was het iets later, maar het zal nog niet voor volgende week zijn, denk ik. We hebben mogelijkheden natuurlijk. We zien vandaag ook Robben die
die achteraan kan spelen. Daar zijn wel wat mogelijkheden. Maar dikke vennen spelen niet gemakkelijk. Niet te groot veld. Zijn nu 0-5 verloren. Dat wordt een andere wedstrijd. Ik heb dikke vennen nog niet gezien. Ik weet ook niet wat ik moet verwachten. Dat moet van de week een beetje duidelijk worden. Maar elke week zal het een moeilijke wedstrijd worden. Met vorige thuiswedstrijd gezegd. Dat gaat altijd op details beslecht worden. Vandaag is in ons voordeel. We moeten klaar zijn om tegen dikke vennen ook punten te pakken. En vorig jaar hebben we er ook een smadelijke nederlaag geleden, 1-0, de laatste seconde. Ik denk en ik hoop dat we dat toch wel een keer recht zetten. We duimen voor volgende week. Trainerschap is toch een boeiende job. Constant oplossingen moeten zoeken. Dus. Ja, het is niet altijd makkelijk, maar oké, dat is part of the job. Hè. Nu is de stress, de momenten, als je pak een goal, tegengoal. Oké, ik ben een nieuwe coach. En ik ga proberen mijn best te doen elke match en ik ga alles pieken. Ik zag u energiek coachen, ik zag Stefan ook energiek coachen. Ik denk dat jullie soms wel een keer machteloos staan op hetgeen dat gebeurt op het veld. Maar ja, dat is een andere discussie. Ik ga jullie beiden bedanken voor deze babbel. Eli, tot heel binnenkort. Stefan, tot heel binnenkort. Dank u wel, heren.